Mine. Oh, oh, dank je, Bob. We zijn er bijna. Daar is Tom! Hij is er! Haal hem eruit, Sam! Oh, alsjeblieft! Natuurlijk doen we dat, Diewertje. Oké, Jenny. Maak het touw vast aan die paal daar. Ik kijk bij Norbert. Oké, Norbert. Ik kom abseilen de put in om je te halen. Okido, Sam. Doe je wel voorzichtig, Sam. Oh, wat is hij toch dapper. Laten vallen. Laat dat maar zitten, Norbert. Wat deed jij daar in die put, Norbert? Het spijt me, mam. Ik kon niet wachten tot mijn verjaardag voor een nieuw skateboard. En toen ik hoorde dat de put vol met centen lag, dacht ik, dan koop ik daar een nieuwe van. Oh, wat ben jij toch een ongeduldige jongen, Norbert Puk. Ik weet het. Sorry. Maar mam, ik was ook zo gek op mijn skateboard. En daarom kocht ik dit. Wow! Dankjewel, Klaas. Maar op twee voorwaarden. Niet spelen in de put. En niet skaten in de winkel van je moeder. Dat is goed. Ik beloof het. Hé, doe nou. Wat heb je nou precies gewenst, Klaas Kozijn? Ik wenste dat je broodjes kaas had gemaakt voor de picknick. Ik hou niet zo van leverkaas. Oh. Je kunt het, Elvis. Doe het maar. Ik hang je maar wat rond met daar beneden de grond. Met mijn helm goed op, val ik zo op mijn kop. Ja! Uitstekend gedaan, Elvis. Dan blijft er nu nog eentje over. Een hond? Abseilen? Nee, dat was gek, hoor. Niet radar. U, meneer. Ik? Naar boven? U zei zelf dat het belangrijk was voor de hedendaagse brandweerman, commandant. Kijk uit, daar kom ik! Oh, oei, oh, 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 dat is zo, oh, oh, dat is zeer! Oh, 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 oh. Laat mij door, geef de commandant eens wat ruimte. Norbert Puk. Had ik kunnen weten. Hallo, brandweercommandant Staal. Help mijn jongen nou toch. Denkt u dat u hem kunt bevrijden? Achteruit allemaal en geef hem wat ruimte graag. Dit doet mij denken aan een jongen die met zijn hoofd vast zat in een tuinhek. Maar hij zat weer vast op deze manier. Zo. Oh, nee. Nee, help me. Nee, ik zit vast. Ja. Ja, trek me eruit! Nee, niet daar! Het zijn zijn oren, zie je? Ze zijn groter dan die van mij. Oh, dit is belachelijk! Waar blijft de echte hulp? Het is een nare dag. Sinds de zon voor me scheen, viel ik eerst in bad, toen over de kat. Toen brok ik mijn been. Wat? Brandweercommandant Staal zit ook met zijn hoofd vast in een hek. Maar Sam en Jenny zijn nog niet terug. Ik ben de enige hier. Ik kan helemaal niks doen. Ofwel, iemand is in nood. Ik moet toch iets kunnen doen. Tuta. Hé, dat zal je hem hebben. Dat is Elvis. Crispijn. Meld me voor dienst. Klaar en beschikbaar. Oh, grutjes. Geen probleem. Ik heb je er zo uit. Klaas, pak de pneumatische pomp. Hij ligt achter in Venus. Oké, Elvis. Vrouwen en de kinderen eerst, hè?
je me dan nu bevrijden van mijn moeder? Oh, nou, ja, dat heb je prima gedaan. Uitstekend. Laten we dit wel onder ons houden, hè, Crispijn? Okido, brandweercommandant Staal. Alles in orde? Oh ja, alles is prima. Dankzij Elvis. Hij is een held, Sam. Wat een fantastische brandweerman. Brandweerman Crispijn is altijd klaar en beschikbaar, Sam. Zelfs met een gebroken been. Zullen we nu gaan? Wil je dan geen hoofdcommandantje spelen? Nee. Ah, goed dan, bangerik. Oh, waarom gaan we de dakreddingsoefening niet vanaf de beste plek bekijken? Oh, oké. Wat? Daarboven? Ja, veel beter dan van achter dat stomme touw. Veel te ver weg. Dit is een noodgeval. Er is een enorme brand. Maar gelukkig, daar komen Sam, Jenny en Elvis om te blussen. Wauw, dit is machtig. Schuif eens op, Jaap. We gaan wat dichterbij zitten. Ik durf niet te bewegen. Hebben luchtversterking nodig. Aha, daar is Tom met zijn helikopter. Ik heb je, Jaap. Die zit in de problemen. Elvis, we gebruiken de ladder van Jupiter hiervoor. Oh, dat is mijn Norbert! En mijn Jaap! Oh. Oké, we hebben jullie zo weer beneden, jongens. Van spijt, dames en heren, is hier Norbert Punk. Oh, wat was je daar boven aan het doen? Ja, Jaap? Sorry. Het was mijn idee. Ik dacht dat we daar vandaan de reddingsactie beter konden zien. Jullie werden de reddingsactie. En begrijp je het nu? Waarom veiligheid hier voorop staat? Brandweerkazernes kunnen gevaarlijk zijn voor kleine jochies. Problemen op zee? Nog eentje. Alle branden nog aan toe. Norbert, Diewertje en Karel drijven stuurloos in de baai. En wacht even. En commandant Staal zit vast op het dak van Voet. Oh? Oh nee. Ik vraag me af of die zijn vlieger uitprobeerde. Jenny en ik nemen Venus en Neptunus. Elvis, jij neemt Jupiter en je gaat naar Voet. Okidok, Sam. Ik zie ze al. En op af. Oh, eindelijk. Daar zijn Jenny en Sam. Ik zorg wel voor de boot van Diewertje, Jenny. Dan sleep ik de boot van Karel. Norbert, gooi dat touw over. Dan leg ik je achter Karels boot. Oké, Sam. En ik bind je aan Neptunus vast, Karel. Het duurt niet lang meer of we staan aan wal. Oh,
Ik kan niet wachten tot ik weer op het droge sta. Geen paniek, baas. Ik heb u zo weer beneden. Ja, daar gaan we. Rustig aan maar. Is alles goed, commandant Staal? Ja, natuurlijk is alles goed. Uitstekend. Het hoort er allemaal gewoon bij, nietwaar? Het testen van deze vlieger. Wilt u dat ik dit weer naar uw neefje breng, baas? Absoluut niet. Eigenlijk is hij voor mij. Niks om u voor te schamen, hoor, baas. Het was mijn schuld niet. Het was de wind. Norbert, ik heb toch gezegd dat je alleen met een volwassene mocht gaan varen? Maar dat was ik toch? Kom op, Norbert. Je weet wat Jenny bedoelt. Oh, het spijt me. Ik heb iedereen in gevaar gebracht. Bedankt dat je kwam helpen, Karel. En jij ook, Sam. Oh, het is al goed, Norbert. Maar nooit meer doen, hè? Als je roer gemaakt is, mag ik dan jouw boot besturen, Karel? Probeer eerst maar eens iets veiligers, Norbert. Bijvoorbeeld vliegeren. Ja, met vliegeren kan niemand in de problemen komen. Brandweercommandant Crispijn. Dat klinkt te gek. Als we nou eens gaan zwemmen? Absoluut niet. Dat is veel te riskant. We blijven zitten en wachten op hulp. Na 200 meter blijf zitten en... Goed, mensen, rustig blijven. Sam is onderweg. Oh, mijn buik. Is hij misschien zeeziek? Oh, mijn arme, lieve schattenbout. Aha, en daar hebben we Tom. Alles komt goed. Sam voor Tom. Hallo, Sam. Gebruik de lier. De bus is bijna onder water. Iedereen moet er zo snel mogelijk af. Geen probleem. Ik laat het dubbele harnas zakken. Okido, Wendy. Jij eerst. Niet bang zijn, hè? Bang zijn? Dit is geweldig. Heel goed, Tom. Rustig aan. Cool. Ik ga terug voor de anderen. Iedereen is zo in veiligheid. Uitstekend, Sam. Prachtig uitzicht, maar help. Oké. Dit was de laatste, Tom. Goed gedaan. Dank je, Sam. Over en uit. Dat stomme satellietnavigatiesysteem. Dit is vast een fout in of zo. Zie je nou wel? Al die nieuwe wetse prularia is niet te vertrouwen. Maar we zouden nooit gered zijn als we geen mobieltje hadden gehad. Mobieltjes zijn natuurlijk wel te vertrouwen. En onze walkie-talkies dan, commandant? Met uitzondering van mobieltjes en walkie-talkies, is duidelijk. En die computer dan, die bij jullie op de kazerne staat? Tuurlijk, ja. Oh, ik denk dat sommige speeltjes wel een nut kunnen hebben. Tenzij ze kuren vertonen en je in de problemen brengen. Och, het spijt me, commandant Staal. Misschien hadden we toch die goede oude kaart moeten pakken. Oh. Het is alweer goed, hè, kozijn? En er is nog tijd om van de rest van jullie dagje uit te genieten. Ja, ik ben uitgehongerd. Waar is die picknickmand? Dus daarom ben jij ziek, Norbert Puck. Je hebt de hele mand leeg gegeten. Sorry, mam. Oh, heeft er iemand een emmer voor me? Oh, Norbert Puck. Een vliegtuig met een SOS-bericht naar Piekepolder. Maar we mogen toch niet meer vliegen in Piekepolder? Maar dit is een noodgeval, Norbert. Ik wil naar beneden. Ik heb hier geen zin meer in. Wat moeten we nu toch doen? Noodsituaties vragen om noodmaatregelen. Elvis, focus op Dolly. Jij bent de enige die haar kan redden. Oh. Dolly, natuurlijk.
Dat was ik helemaal vergeten. Oké, Sam. Elvis komt in actie. Ik kom eraan, hoor, Dolly. Rustig, rustig. Oh. Wat is dat nou? Vliegende vlammen in Vlaardingen. Dat is natuurlijk dat vliegtuigje weer van Jaap. Oh. Oké, Sam. Rustig maar, Dolly. Je bent zo weer veilig, hoor. Nou, ga weg. Ja, hebbes. Goed zo, Elvis. Oh, hey, een briefje. Oh, nee. Jaap en Norbert zitten vast in een boom. We zorgen dat Tom je gauw naar beneden brengt, Elvis. Jenny, let jij op de kazerne? Ik ga Jaap dat vliegtuigje persoonlijk teruggeven. Ik hou het niet. Niet loslaten! Oh, kijk! Hoera! Volhouden, Norbert. Hij gaan we ze op dezelfde manier redden als we bij Dolly hebben gedaan. Deze keer niet, Elvis. We moeten eerst Norbert redden en dan Jaap. Jij haalt het vangnet, ik de ladder. Oké, Sam. Snel, ik hou het niet lang meer vol, Sam. Laat je maar vallen, Norbert. Wij vangen je op. Dat was leuk. Rustig maar, Jaap. We hebben je zo weer beneden. Dank je, Sam. Volgens mij is dit van jou, Jaap Jansen.